De voorbereiding op het EK is gestart, Richard Kunst. Alleen goud is niet genoeg, hè? Eerste doel is natuurlijk goud. En we proberen dat als Nederlands team toch... Wij zijn een beetje vooruitlopend op het internationale korfbal. Proberen wij dat op een mooie manier in te vullen. En daar zijn we nu druk mee aan de slag om toch het mooiste korfbal van de hele wereld te laten zien. Maar het mooiste korfbal, wat is het mooiste korfbal? Dat is ook een beetje subjectief natuurlijk. Dat is subjectief, maar wij proberen inderdaad toch steeds te vernieuwen. Je ziet toch dat korfbal het spel ook al steeds vernieuwend met schotklok en dergelijke. En wij proberen dat met het spel ook te doen. En wij geven daar onze eigen invulling aan. Waaraan wij denken van dat het publiek het mooi vindt. En wat wij denken ook, het mooiste korfbal te laten zien van Nederland. En hoe ziet dat eruit dan? Ja, dat zullen we laten zien bij het EK. Nee, maar je hebt er wel een idee van. Veel snel pasen, veel schoten, toch? Ja, klopt. Lekker dynamisch. Iedereen kan scoren. We zijn met het Nederlands team. Ik denk dat we de beste atleten van Nederland zijn. En iedereen kan scoren. Iedereen kan geweldige dingen laten zien. En dat proberen we in ons spel ook tot uiting te laten komen. Wat bedoel je met de beste atleten van Nederland? Bedoel je dan ook van andere sporten? Ja, het is natuurlijk een beetje lastig te zeggen van andere sporten, maar ik denk zeker dat wij met het korfbal en zeker de mensen die hier in het Nederlands team staan, dat we echt gewoon geweldige atleten hebben en ook vergeleken met andere sporten, dat we echt heel veel kunnen. Het is alleen jammer dat we dat zo weinig zien, hè? Kijk, natuurlijk zien we de korfballeague regelmatig in beeld, maar echt het oranje, het EK, dat blijft nog even achter als je kijkt, nu zeker met die afgelopen weken met de Olympische Spelen. Dat is jammer, denk ik. Zeker. Nee, wij dromen ervan om eigenlijk ook op de Olympische Spelen te staan natuurlijk. En wij doen er ook heel veel aan om ook NOC en NSF te overtuigen van moet je ons eens aan de gang zien. Zeker met die 3 dagen dat we nu intern zitten, ook in Papendal. En nu dat we ook in dat land doorgaan. Dus het lijkt ons geweldig om ook op de Olympische Spelen te staan. En daar doen we ook veel voor. We zijn ook veel aan het trainen. En het zou mooi zijn als we in de toekomst daar ook eens een keer kunnen staan inderdaad. Zou het realistisch zijn, denk je? Het is zeker realistisch. De vraag is alleen of ik dat nog mee ga maken. Omdat het traject als je een Olympische sport wil worden, dat gaat over jaren natuurlijk. Maar ik denk zeker als je ziet van man, vrouw, de ontwikkelingen die korfbal doormaakt. Ik denk dat dat zeker Olympische sport gaat worden in de toekomst. Maar jij bent een jaartje of 3, 24 zeg ik uit mijn hoofd. Dan ga je toch wel een tijdje mee? Ik ga nog wel een tijdje mee, maar als je het traject van de Olympische Spelen ziet en een aanvraag voor een sport. Dan praat je niet over 4 jaar, dan praat je over 8, 12 jaar. En dan wordt het toch, het zou kunnen, maar ik denk niet dat het binnen 8 jaar een Olympische sport is. Maar in de toekomst verwacht ik zeker dat het een Olympische sport gaat worden. Kan je mooi met je kinderen naar de Olympische Spelen toe? Ja, precies. Of misschien als coach, hè, wie weet. Als je dan nog, als echt een Olympische sport wordt, dan zou het toch mooi zijn als je als korfballer daar nog tussen kan staan. Dus wie weet. Nu zijn jullie begonnen met een soort trainingscampagne door heel Nederland. Jullie spelen oefenwedstrijden tegen elkaar, maar ook tegen regioploegen. Jullie geven clinics. Is dat een goede zaak, denk je? Zeker. Nee, wij proberen ook korfbal een brede draagvlak te creëren in heel het land. En daarom zijn we nu bij Wion. En volgende week gaan we weer naar een andere plek. Die week daarna weer naar een andere plek. Geven clinics. We proberen de kinderen uit de omgeving, dus ook bij de scholen, niet alleen korfballen zelf, maar ook bij scholen korfbal onder de aandacht te brengen. En ook zo weer dat bredere draagvlak te creëren. Waardoor ook NSC, NSF, VWS gaat zien van, kijk, die korfballen zijn goed bezig. Die steken er veel tijd en geld en energie in. Dus om in de toekomst toch die stap te kunnen maken hogerop. Zijn ze enthousiast hier in Rotterdam omhoort de kinderen? Ja, zeker. Nee, het is mooi om te zien, zeker ook bij de scholen, mensen die nog nooit met korfbal in aanraking zijn gekomen. Ja, die vinden het geweldig om toch van de internationals een clinic te krijgen. En vandaag gaan we met de kinderen van Wion aan de slag. Nee, ik heb tot nu toe alleen maar enthousiaste reacties gehoord, dus het is alleen maar mooi om te zien. En over 5 weken, als je heel erg ver in het trainingsprogramma zit, is dat nog steeds leuk of begint het dan op werken te lijken? Ja, het is elke week natuurlijk opnieuw kijken van hoe en wat. Maar tot nu toe is het heel leuk. En over 5 weken zullen we dan opnieuw moeten kijken. Maar ik verwacht wel, als je zulke enthousiaste kinderen voor je hebt staan, dat het toch wel dat je zelf genoeg energie krijgt om ook een goede en mooie clinic te geven aan die kinderen. Wat is jouw persoonlijke doel eigenlijk? Kijk, een basisplaats als je normaal je niveau haalt. Dat zit er wel in straks in die finale tegen zeer waarschijnlijk België. Wat wil je nog meer? Ja, persoonlijk vind ik het lastig. Ik wil vooral als team, wat ik net zei, van dat we echt als team een mooi spel kunnen laten zien. Aan niet alleen Nederland, maar aan heel de korfbalwereld. En als ik daar zelf mijn steentje aan bij kan dragen door mooie acties, mooie goals te kunnen maken, dan is het voor mij al geslaagd. Alleen het is vooral dat ook Nederland gaat zien van, goh, moet je die korfballers eens zien. En wat ik net zei, van die beste atleten, ik denk dat we dat ook echt kunnen laten zien tijdens het EK.
Dus ik hoop dat er allemaal uitkomt. Nu was er altijd wat gedoe, hè, over het programma bij Oranje in vergelijking met de Korfbal League straks. Gaat dat niet zijn weerslag hebben? Is het programma niet te zwaar en dergelijke? Als je hier zo bezig bent, wat is dan jouw mening? Het is zwaar, absoluut. We hebben in de zomervakantie hebben we ook doorgetraind. Nu 3 dagen intern. Alleen de coaches hebben goed overleg onderling. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat ze ook rekening houden met ons. En dat wordt ook gezegd. Dus in principe is het nu nog goed te doen. En in de toekomst verwacht ik ook dat het geen invloed zal hebben op de resultaten bij de club. Je hebt gewoon een topfitte Richard Kunst straks in november bij PKC. Zeker weten.